bord gehad. Van harte gefeliciteerd met dit prachtige onderkomen. Dankjewel. Er is wat veranderd in anderhalf jaar. Er is inderdaad heel wat veranderd nu. Dat is ook normaal, zou ik zeggen, in de geschiedenis van een onderneming die blijft groeien en zich ontwikkelt. De brouwerij dateert van 1833. Nu zijn we een nieuw hoofdstuk aan het aansnijden. En dus we hebben inderdaad een volledig nieuw bezoekersparcours uitgewerkt. En ik heb begrepen, in 2010 heeft u de brouwerij niet gekocht. Want dat wordt altijd gezegd. Maar de brouwerij is u toevertrouwd. Dat vind ik een bijzonder verhaal. Ja, dat klopt. Dus meneer Modest, zoals dat we hem noemden. Modest van den Boogaert was de voormalige eigenaar van brouwerij De Koning. En toen we op 5 augustus 2010 het contract tekenden, heeft hij mij gezegd, Michel, ik verkoop u mijn brouwerij niet. Ik vertrouw u toe. En natuurlijk, daarmee geeft hem u ook een stuk verantwoordelijkheid. En we hebben getracht de laatste 5 jaar die verantwoordelijkheid zo goed mogelijk op te nemen en in te vullen. En ik denk dat we vandaag met trots kunnen waarschijnlijk zeggen dat we ook die verantwoordelijkheid ingelost hebben. En dat hij van bovenuit fier zou zijn op wat er met zijn brouwerij gebeurt. Dat leidt geen enkele twijfel volgens mij. Maar dat is ook de manier waarop u zaken doet. U koopt een bedrijf, u krijgt een bedrijf toevertrouwd. Dat heeft u met Schoef gedaan. Ja. Maar u houdt de kleur van het merk. Het gaat niet op in het grote geheel. Nee, absoluut. Waarom niet? Wel, omdat we heel sterk geloven in de authenticiteit en in de traditie die er binnen een bedrijf zit. Speciaal voor bier denken we dat dat heel belangrijk is, dat het bier zijn waarde en zijn eigenheid behoudt. En de eigenheid van het bier is niet enkel het recept of de receptuur, maar is ook heel de site die erbij past. Ik moet daarbij wel zeggen dat we het onszelf niet gemakkelijk maken, want door telkenmale de brouwerij niet alleen te behouden, maar ook erin te investeren en uit te bouwen, moeten we in plaats van 1 waterzuiveringsstation, moeten we er 4 bouwen. In plaats van 1 bottellijn, moeten we er 3 bouwen en dergelijke mee. Dus we maken het onszelf wel moeilijker, maar we zien ook dat we daarmee succesvol hebben en dat de consument de authenticiteit, de specificiteit van elk bier weet te waarderen. En waar gaat het nu naartoe met De Koning? Wel, De Koning is de enige Antwerpse nog actieve brouwerij. Destijds waren er meer dan 50 brouwerijen. Brouwerij De Koning bestaat sinds 1833 en is de enige nog actieve. We willen dat absoluut zo houden. En we willen er een levendige brouwerij van maken. Dus meer en meer bezoekers gaan aantrekken, zodanig dat ze het productieproces van het bolleke Koning, maar ondertussen ook van de Triple d'Anvers of van de Wild Joe kunnen gadeslaan, proeven, kennis maken met de geschiedenis van de onderneming, de band van de brouwerij met de stad Antwerpen. En hebben we dan ook voor gekozen om een aantal andere kwaliteitsvolle ambachten, zoals een kaasmeester die hier zijn kazen laat rijpen, zoals een chocolatier die hier zijn chocolade vervaardigt, zoals binnenkort komt er ook een beenhouwer die zijn vlees zal laten rijpen, 6-12 maanden laten rijpen. Al die ambachten waarvan we denken dat die evenzeer kwalitatief zijn zoals de bieren die wij maken en er ook dan bij passen, hebben we hier binnen de muren van Brouwerij De Koning aangetrokken.